Dit is de Mariel 880 Cabin. Een stoere en ruime kajuitsloep die van A tot Z in Friesland wordt gebouwd. Dat deze boot afstamt van een sloepenfamilie zie je aan de ruime kuip die uitnodigt om er samen te loungen. Maar het is ook een boot om op pad te gaan als de weersvoorspellingen wat slechter zijn. In de kajuit is een riante rondzit waar je met 6 man kunt tafelen. Is het tijd voor romantiek of gewoon om te gaan slapen, dan maak je hier in een handomdraai een riant bed. Het houtwerk in de kombuis is op de vlam verwerkt en je vindt er alle voorzieningen voor een lekkere maaltijd. Ook het sanitair is op deze 9 meter lange boot riant. Ondanks de ruime afmeting is dit jacht makkelijk te varen. En door de hoge kuip en de lage kajuitopbouw heb je altijd prima zicht rondom. De stootwielen kun je onder de treden naar het gangboord opbergen. Aan de stoere kop en de kabelaring met koplegerwaan zie je al dat deze cabin niet bang hoeft te zijn voor flinke golven en wat buiswater. En op een boot van deze afmeting hoort natuurlijk ook een zwemplateau. Deze 880 is verkrijgbaar met een 33 pk dieselmotor, maar er passen ook zwaardere motoren in, tot maar liefst 200 pk. Daarmee krijgt dit model naast de sloepvoordelen en het kajuitbotenkarakter een derde dimensie, die van de sportboot. Met de zwaardere motoren is het zelfs mogelijk om erachter te wakeboarden of om gewoon even snel het IJsselmeer over te steken. Deze 880 cabin is 8,80 meter lang en is verkrijgbaar vanaf net iets meer dan een ton bij Mariel Boats. Alle informatie over de boot in deze aflevering vind je op onze website vaarttv.nl.